Kaat Bolle, zeg maar de jonge versie van Goede Liekes, is zaterdagochtend getrouwd met haar Nederlandse partner Ian Thorn. Het was om 10:30 's morgens nog rustig in Hechsel-Exel. We waren goed op tijd, maar eigenlijk ook niets te vroeg. Want na enkele minuten na onze aankomst kwam er een dubbeldekker aangereden. Dat moet Kaat Bolle zijn, zei een van de mensen die aan het gemeentehuis stond te wachten. Heel wat vrienden en familieleden stapten van de bus, maar van het bruidspaar zagen we niets. Tot Kaat en Ian kwamen aangereden in een rode cabrio. Vandaag trouw ik met de man van mijn dromen, gezegend met Ian Thorn, schreef Kaat zaterdagochtend al vroeg op Facebook. Kaat zag er beeldschoon uit. Ze was vrijdag al naar de kapper geweest. Volgens haar zowat het belangrijkste na de jurk en het ja-woord zelf natuurlijk. De afgelopen dagen was de spanning te snijden bij Kaat. Silan in Bright Silan moet. Benaderen is dus op eigen risico, liet ze donderdag weten. De plechtigheid op het gemeentehuis werd opgevrolijkt door de burgemeester, die Kaat maar al te goed kent. Hij zocht en vond een en ander op Google. Niet moeilijk. Zo heeft Kaat in het verleden gezegd dat haar man vreemd mag gaan. En vreemd gaan zal Ian, samen met Kaat wil te verstaan. Het jonge koppel heeft een heel leuk vooruitzicht. Een 3 weken durende huwelijksreis naar Singapore en Bali. Het koppel heeft een huwelijksreis zorgvuldig gepland en ze gaan zich geen moment vervelen. Kaat en Ian zijn klaar voor een nieuw avontuur in hun leven. In hun trouwboekje is plaats voorzien voor 12 kinderen. Waarop wacht het koppel nog? Op naar de eerste huwelijksnacht samen en dat er nog heel veel mogen volgen. Kaat, je had ooit gedacht dat ik uw huwelijk mocht zien? Ik niet. Ik moet zeggen, dat is ook wel de eerste BV die ik als burgemeester mag huwen. En ik ben er ook wel heel erg fier op. Dat wil je wel weten. Kaat Bolle googelen is een ander pak. Oeh, nee, nee, we gaan niet beginnen. Je moet nog ja zeggen. Dan lees ik de woorden teksten via de luisteren. Mijn vriend mag vreemd gaan. Lust staat centraal in mijn leven. Het schaamhaarboek, het borstenboek en mijn 3 in bed. Ja, je weet ook wat je allemaal te wachten staat. Ja, absoluut. Beste mensen, als je op Kaat haar Facebook kijkt, dan zie ik dat ze niet van het leven. Ian, ik moet je toch waarschuwen, want ik lees op Facebook dat Kaat op Facebook gaat. Maar gelukkig is het met de kapper om de haar te laten. Anders staat ik daar niet op mee. Kaat, je hebt een overtaal gewoond. Ja. Ik weet dat je verhuisd bent. Ja. Maar je bent gelukkig terug naar ons mooie Hechsel-Exel gekomen. Mm-hmm. Ik moet zeggen, als burgemeester van Hechsel-Exel ben ik er heel fier op dat wij Kaat Bolle terug in onze gemeente mogen verwelkomen. Dat ze ook gaat trouwen. En Ian, je komt ongeveer 1000 Nederlanders versterken in onze gemeente. Zijn er veel Nederlanders in de zaal? Ja, je moet oppassen. Ik moet zeggen, ik vind Nederlanders zeer sympathieke mensen. Maar jullie zullen wel merken, en Ian gaat het zeker merken, Hechsel-Exel. Ik zie daar Edwin en Martien zitten. Hechsel-Exel en Nederlanders, dat gaat goed. Hè? Dus, zijn jullie trouwens met die dubbeldekkerbus gekomen? Ja. Veilig naar hier, veilig straks terug naar huis misschien. Hopelijk. Verstandig. Kaat, je bent seksuoloog van beroep. Je doet dat heel goed. Je kunt de media bespelen als geen ander. Komt dat omdat je trouwt met een manager van de marketing in ons gezicht? Ja, helpt dat. Ik ben ervan overtuigd dat jullie elkaar niet aanvallen. Kader en Ian, jullie hebben ongelooflijk toegeleefd naar deze dag. Veel voorbereidingen getroffen. Ik weet dat Kaat al 3, 4, 5 maanden geleden bij het telefoon deed. Deze namiddag nog een ceremonie, tuinfeest, straks een avondfeest. De weergronden zijn niet gunstig gezet. Dus je gaat het goed blijven vandaag. Ja, zo. Mm-hmm. Jullie hebben toch niet te veel stress, hè? Nee, niet meer. Het is niet zo moeilijk. Er zijn 2. Je moet alleen ja of nee zeggen. Ja. Ik moet alleen ja zeggen. Kaat en Ian. Jij vraagt beide natuurlijk aan te gaan volgen. Klopt dat? Klopt. Alvorens tot voltrekking van het huwelijk over te gaan, ben ik verplicht u voorlezing te geven van enkele artikelen van het burgerlijk wetboek en deze luiden als volgt. Echtgenoten zijn elkaar tot samenwoning verplicht, ze zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. De echtelijke verblijfplaats wordt door de echtgenoten in onderling overeenstemming vastgesteld. Bij gebrek van overeenstemming tussen de echtgenoten doet de vrederechter uitspraak in het belang van het gezin.
Iedere echtgenoot heeft recht een beroep uit te oefenen zonder instemming van de andere echtgenoot. Iedere echtgenoot ontvangt zijn inkomsten alleen en besteedt ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk. En het laatste artikel. Indien een der echtgenoten grofelijk zijn plichten verzuimt, beveelt de vrederechter op verzoek van de andere echtgenoot dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen. Dus Ian en Kaat, die hebben beide gehoord welke wettelijke verplichtingen ze werden opgelegd. Ian, ik spreek uit ondervinding, daar komen heel waarschijnlijk nog een heel aantal andere dingen. Ja. Maar ik denk ondertussen kent je die wel. Getuigen, en nu moeten we goed opletten, want nu komen de twee cruciale vragen. Ian Thorne, stem jij toe te nemen tot wettige echtgenote Kaat Boon? Ja. Ja. Kaat Boon, stemt jij toe te nemen tot wettige echtgenoot Ian Thorne? Dan verklaren we in de naam der wet dat je beide door het huwelijk verenigd bent. En dat is wel een applausje waard. We waren zaterdagochtend getuigen van een best speciaal huwelijk. Een Vlaamse die met een Nederlander trouwt, dat is niet echt uitzonderlijk. Maar een Nederlander die met een Vlaamse seksuoloog trouwt, is net dat tikkeltje specialer. Het koppel arriveerde bijna een half uur te vroeg op het gemeentehuis van Hechtel-Exel. De burgemeester was ook netjes op tijd en kon het huwelijk dus vroeger voltrekken. Voor Kaat Bolle kon het niet snel genoeg gaan. De ene kus na de andere volgde en ook buiten deed ze die kus op vraag van de aanwezige pers met heel veel plezier nog eens over. Maar Kaat, hoe voelt het nu eigenlijk om getrouwd te zijn? Ja, toch wel bijzonder, moet ik zeggen. Het voelt heel goed in elk geval. Ik heb geen spijt en ik ben heel blij dat hij ja gezegd heeft. Had je schrik dat hij nee zou zeggen? Ja, die kans bestaat altijd. Ik had een vermoeden van niet, maar ik ben toch wel blij dat het nu officieel is. Ja. Wat staat er nu nog op het programma? Ja, eerst rijden we nu nog naar de tuin van mijn ouders en daar hebben we een ceremonie. De ringen uitwisselen, beloftes doen, die dingen. Daarna hebben we frietjes en broodjes kroketten, want mijn verloofde is een Nederlander. Daarna een grote receptie en eindigen doen we al feestend. En de volgende dagen op huwelijksreis, of wat zeg ik, de komende weken zelfs? De komende weken, inderdaad. Dinsdag vertrekken en dan gaan we voor 3 weken naar Bali. Dus dat gaat genieten zijn. Wat ga je dan doen? Goh, wat gaan we dan doen? Het is een huwelijksreis, wat denk je dat we gaan doen? Maar we gaan ook proberen cultuur op te snuiven, zo nu en dan. Dus. Just marry me. Yeah. Why don't you